Goedemorgen, olijfbomen, daarachter de Adriatische Zee. Daartussen een of ander beest wat een heel bijzonder geluid maakt. De lichtbeetjes liggen klaar, het zonnetje komt bijna op. Maar ik heb er helemaal niets aan, want ergens hier verstopt staat een Ferrari Portofino. En dat is de auto waar we vandaag mee gaan rijden. Van het ene oude gebouw naar het andere. Hey, maar hier komen we voor. De Portofino, genoemd natuurlijk, vernoemd, het stadje Portofino. Heel mooi havenstadje. Een stukje hoger in Italië. Het is daar fijn. Je kunt er uitstekend visjes eten en het Italiaanse leven ervaren. Maar wat vinden jullie ervan? Het is de opvolger van de California, de Portofino. Hij heeft nu een 600 pk V8 met een paar turbo's. Bekende motor van Ferrari, Engine of the Year. Vorig jaar en in 2016. Het is een Roadster, toch ook weer niet helemaal, want je kunt, als je niet langer bent dan 80 centimeter achterin zitten, en een echte Roadster is eigenlijk 2 zitten. Hij heeft een stalen hardtop, zoals de California dat ook had. Het grote verschil tussen die California en de Portofino, deze is redelijk geslaagd qua design, en de California was dat niet. Maar hey, dat is mijn mening, hè? Dat is mijn mening. Jullie denken er anders over. Zilver, wit, rood of Portofino Rosso. Hij hoort hem daar. Hij staat er klaar hoor, Johannes. Ja, klopt nog ook. Jouw naam en zit er ook gewoon in. Jezus. Dit wil niet, hè? Mocht je interesse hebben. Ja, over Dars. Ja, ja, precies. Hij is wel 30% ruimer. Ja, is te zien, hè. Zeggen ze. Ja. Van niks naar ietsje beter dan niks. Ja, help mij eens. Zou dit ook doen? Nou, nog maar eens. Oké. Okay. Leuk. De Portofino. Wat vind je van die naam? Ja, wel leuk. Ja. Ja. Alleen vaak hebben die namen een historische betekenis. In Californië, dat was heel lang geleden in Californië. Volgens mij 1959. Ik weet niet helemaal zeker. Maar nu is er niks historisch aan. Nee, is maar een stadje. Ontkom je niet aan, hè? Zoveel modellen die ze lanceren. Ja, dat is ook waar. En over 30 jaar kunnen ze Portofino uitbrengen. Hey. En die slaat dan op deze. Ja. Juist. Goed. Zou we een navi hebben? Ja. Het is wel het goede leven, Patrick. In Zuid-Italië, Puglia, klein zonnetje erop. Fijn. En een Ferrari. Ferrari. Hoe vind je die kleur? Jij maakt je heel even druk, hè? Omdat ik zei, we hebben een witte. Ja, maar dat hebben we niet. Ik dacht echt dat we een witte hadden. Dit is geen Ferrari rood. Nee, ze noemen dit Portofino Rosso. Oh. Maar waarom is een witte niet zo fijn qua filmen? Nou, kun je kijk, dat uitleggen? Ja, dat ding daar, ja? Die geeft zoveel licht. En wit weerkaatst nog meer licht. Ja. En dat probeert je camera dan op te vangen, maar dat raakt. Dat gaat op zich goed, maar. Is zilver beter? Dan is zilver of dit beter, want dan de rest is heel donker en de auto is dan overbelicht. Dus je ziet eigenlijk de auto minder goed, de vormen bij een witte auto als het zonnig is. Als je filmt, dan zijn een aantal dingen niet fijn qua kleur, wit, zwart. Ja, dat is gewoon niet fijn om te filmen. Nee. Dus daar was ik niet blij geweest. Maar dit kleurtje.
afslag. Deze heeft nog steeds een beetje een dikke kont, maar aanmerkelijk minder extreem dan die California. Dan wil ik niet zeggen dat het de hele achterkant nog steeds gedicteerd, het design, naar aanleiding van het dak dat erin moet. Dus ze zeggen zelf, nee, dat is niet waar. We zijn begonnen met een coupé en met tekenen. En toen we die eenmaal hadden, hebben we er een soort van roadster van gemaakt. En dat is bij de California dus precies andersom, zeggen ze zelf. Nou, het valt natuurlijk ook niet helemaal mee, hè, om een auto te tekenen met een hard klapdak. Als je kijkt in de geschiedenis van de auto's met een soortgelijk dak, die zijn bijna allemaal een beetje mismaakt. En dus kun je je afvragen, waarom heeft hij dan een hard klapdak? Waarom heeft hij geen inklapbare soft op? Dat vindt Ferrari niet echt wat, want dat blijft ogen als een cabrio. En als deze zijn dak dicht heeft, is het een coupé. En ja, dat vinden ze mooi. Ferrari is van de coupés. Okay. Kijk eens. Een Trulli. Dat zijn de bekende huisjes hier in het zuiden van Italië. Heel lang geleden bedacht, gebouwd door de lokale bewoners. En dat dak, dat is rond, dik. En het zorgt ervoor dat in de winter de warmte binnen blijft en in de zomer de warmte buiten blijft. Kijk, daar nog meer. Het zijn van die typische soort van kabouterhuisjes met een rond puntje. Omaatje erin. Het ding is gewoon nog in gebruik. Ja. Waar die voor is. Gewoon van de boerderij naar het dorp om brood te halen. Het leuke is, mensen vonden onze auto ook leuk. Ik, nou, zo zag het er wel naar uit, ja. Ze vond jou leuk. Kan ook, hè? Kijk, dit zijn ze, Patrick. De Trulli's. Jarno Trulli's. Extreem hoogtoerige V8, biturbo, dat is er bijna niet. Maar bij Ferrari doen ze nou eenmaal aan toerenmachines. En dus hebben de motorengineers ervoor gezorgd dat ook deze turbo V8 een toerenmachine is. Maar let op, even terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan zet ik hem eventjes op handschakelen. Nog een keer door een 7. En dan geef je gas van 1800 toeren in één keer gewoon oppakken. Hè? En dat is misschien wel het meest uniek aan deze motor. Kijk, 1500 toeren, 75 km per uur in de hoogste versnelling. Je geeft gas. En daar gaat hij. Hup, klepje open in het uitlaatsysteem. En weg is die. Maar goed, als je dan echt terugschakelt, dan is die er helemaal.
gasten die de auto van Vettel rijden. Yeah. Hij deed dat, hè? Hij doet de banden. Oh, hij doet de banden, ja. Vettel, leuk. Is te veel geluid, hè? Ja, hij is niet stil te krijgen, die jongen. Misschien wat bananen en wat laten. Kijk, hij staat op comfort. We zouden erheen gaan trouwens. Oh, daar moeten we. Hij staat op comfort, maar het ding maakt gewoon altijd herrie. Vooral in de stad. Vooral, het is dat bij lage toeren. Dat is precies wat je niet wil, hè? Anoniem met een Portofino een dorp doorkruisen is niet mogelijk. Ik denk wel dat we een goede lunch gaan hebben. Dat denk ik ook. Dat kan alleen hier, hè, in Italië. Gewoon op een dorpsplein waar je niet mag komen met de auto. En daar dan een hele rit Ferraris neerzetten. Wat jij ervan, Patrick? Ik zeg... Parlement lijkt het wel, hè? Ja. Hij staat er staat mooi bij, toch? Ja? Wat moet die rood zijn? Misschien geel. Geel niet, hè? Is dit onze nieuwe camera-auto, misschien? Dat valt best mee. Ik heb erger gezien. Ja. Huh? En je krijgt het er ook onder. Ja. Als het dak omhoog is, is het nog beter. Die gaan even mee. Heb jij een sleutel? Zit erin. Ja, ga ik doen. Eens even kleurtjes kijken. Wit. En deze hoeft niet, hè? Als je niet zou willen. Dat is een keus. Moet je wel doen, trouwens. Ja, in het zilver. Dat is volgens mij het beste. Of donkerblauw. Hij kost 240.000 euro, de Portofino in Nederland. En als je denkt, dat is best veel geld. Nou, dat kan altijd gekker. Als je namelijk in Denemarken woont en je hebt zin in een Portofino, ben je 440.000 euro kwijt. Daar zit namelijk zo'n beetje 100% BPM boete op. En doe je liever in Engelse ponden, 166.000 in de UK. Ze zijn bij Ferrari overigens niet voornemens om andere versies te gaan bouwen. Dus het is de V8 voorin met twee turbos. Dat is de bekende V8, hè. Die wordt onder andere ook in de Lusso en in de 488 deels gebruikt. Maar goed, uiteraard geen dichte versie. De Portofino is een flaneerauto, dus een roadster. En een V12 komt er ook niet in. En een GTO-variant zoals van de 488. Nee, doen ze ook niet. Gewoon deze. Meer niet. Minder ook niet trouwens. Okay. Je lijkt een beetje een slagersopstelling. Ja, dit. Het zit 500 jaar oud, die dingen. Maar op een of andere manier staat dit gebied ook bekend. Om... De chocola. Lieder en zieren, ja. Aan het bacon, hè? En dan zie je ooit van gemaakt ook. Zo hard. Verhaal over de leuk. Minimum Eleoli. Die huisjes zijn dus 500 jaar geleden bedacht. Het puntje is om in de winter de kou buiten te houden en in de zomer de warmte buiten te houden. Maar ze hebben een soort van. Er staan er muurtjes. En in die jaren betaalde je. Als je een muurtje had, dan had je geen belasting. Nou, wat dachten ze? Dan maken we een rond muurtje. Maar dat was ook geen belasting. Toen dachten ze, dan doen we er een dakje op. Als een huisje. Maar het was eigenlijk een muurtje. Ze betaalden geen belasting. Dat zou het verhaal zijn. Maar het is volgens mij een hoop toeristisch gelul. Ik vond dat het er grappig uitziet. Ja. Nog een stukje pet? Ja. Best lekker. Zo dus. Hier zie je hoe dik die muren zijn.
klein metertje, dus het heeft een gigantische isolerende werking. Dit is er eentje in de oude stijl. Het is een soort van... Volendam, hè? Dit dorpje waar ik nu ben. Voor de toeristen bedacht, maar niet uit. Kijk, trap omhoog. Dan heb je daar het eentje. Daar hingen ze dan allerlei vlees en groenten, weet ik het wat, te drogen. Houtkacheltje. Ik weet niet wat hier natuurlijk allemaal gebeurd is, in dit bed, in de loop der jaren. Over de narigheid. Dat waren dus eigenlijk een soort van boerderijtjes. Nu staat dit dorpje er vol mee. En dat trekt dan weer toeristen. Als je dan denkt van, nee, dat is leuk. Ga ik een keer naartoe. Dat kan. Je kunt naar Bari vliegen of naar Brindisi. Een van de twee. Volgens mij vliegt KLM zelfs op Bari, dacht ik. En dan kun je een hotelletje nemen. Daar stikt het van hier. En die zijn dan gevestigd in die troelies. Daar slaap je. In zijn huisje. Dit is zo'n leuk dorpje. Alberto Bello. Beetje toeristisch. Dat dan wel, ja. Ze verkopen al die rommel hier. Maar ik moet opschieten van Patrick. Want we zakken door de tijd heen. Volgens mij valt het wel een beetje mee. Maar goed, hè? Alberto Bello. Het dorpje van de troelies. Dat is denk ik best leuk zo hier. In de winter. Misschien in het voorseizoen ook wel. Het kon wel zijn dat je in de zomer hier niet moet zijn. Mazzeltje, Patrick. Waarom? Hij staat er nog. Ja, nou ja, dat wel, maar ook mijn spullen er nog in zitten. Wel. Hoi. Technisch. Hoe die rijdt leg ik onder andere uit de video die op autovisie.nl staat, inmiddels al. Waar jullie mening over het uiterlijk is gewaardeerd. Kijk, hier zie je het, hè, dat die achterkant nog steeds wel behoorlijk prominent is. Een beetje als een Braziliaanse carnavalsdanseres, zullen we maar zeggen. Maakt vrij veel lawaai. Dit is standje comfort. En in standje comfort weet hij op hoge snelheid aardig gedempt zijn meters te maken. Maar op lage snelheid, hoe raar het ook is, in de stad bijvoorbeeld, dan maakt hij wel weer een bakherrie. Ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen dat even fantastisch vindt. En dan eventjes een vraag omtrent jullie beleving. Zien jullie er iets in van de Daytona van 4 decennia geleden? De Ferrari Daytona? Ik niet helemaal, maar volgens Ferrari zijn er designwijzigingen naar de Daytona. Zeker als je kiest voor de optionele sportstoelen. Dit zijn de standaardstoelen. De optionele stoelen hebben een soort van vierkante motiefjes, vlakjes in de rugleuning, in het zitvlak. En de Daytona had dat ook. Het is maar dat je het weet. Standje ingetogen. Dan willen we allemaal een hoop herrie, zeker als het een Ferrari is, maar beter is keus. En er is keus, het knopje zat, maar hij maakt altijd bij die lage toeren dit geblaar. Ik wil zeggen, eigenlijk na verloop van tijd bijna een beetje vermoeid. Dus we doen gewoon het dak erop. Het kan tot 40 km/u, wat best hard is voor een klapdak. Weinig last meer van, maar iedereen die buiten staat wel. Ja, nu is het voor de rest, hè? Weet het toch? Ja, de boot staat open, zegt hij.
Ik eens kijken of ik zit mijn koffer er nog in. Dat hoop ik voor je. Film je nog? Ja. Oh. Ik moet mijn koffer daar staan. Ik denk dat ik hem niet lang genoeg heb roofclosed. Check even. Check even. Ja, wacht. Even moment. Blijf hangen, hè. Blijven jullie ook hangen, jongens? Even. Die. Hij is eigenlijk wel mooi zo. Kom eens met het ding. Kijk, dit hebben ze goed gedaan. Dit is dus dat verhaal, hè? Ontworpen als coupé. Om dan daarna het dak zo te construeren dat hij er ingeklapte toestand af kan. En dan in de kont van de Portofino past. Er zit een heel klein beetje, die achterste lijn, zo 5,75 in, vind ik. Ja, wat mij betreft echt geslaagd. Lichten op de hoeken, dubbele uitlaat, einddempers, ook weer op de hoeken. Daartussen die diffuser met een remlicht. Wat dan weer afkomstig is uit de Formule 1. Ja hoor. Als roadster, met het dak naar beneden, beter dan de Californië, met het dak dicht, ook beter. Ik ben eruit. Die moet nog gewoon met het dak dicht hebben. Ja, echt. Okay. Veel beter. Dat is jammer, als je dan denkt met de afstandsbediening het dak te kunnen sluiten, maar dat blijkt er dan niet op te zitten. Dat is toch een onderdeeltje van de show? Ja, inderdaad. Als je dan een plakkaat hebt met alle opties achterop, dan wil je dat minstens op je sleutel hebben. En een hoop herrie, maar dit lukt niet. Nee, alleen openen en sluiten van de sloten. Goed, als jij deze dus eventjes vasthoudt, Patrick. Ja, jij zegt wel, rijdend is dat te doen en dat is ook te doen. Maar... Dat beloven ze wel. Ja, dat kan ook wel, maar als jij losse spullen achterin hebt, kan dat er wel uitvallen. De gaten. Is dat waar? Ja, dat is wel Die waar. Die klep gaat toch zo open? Nee, ja, dat klopt. Hij gaat zo open, maar er ontstaat wel een ruimte waardoor je spullen eruit kunt vallen. Dus we hebben een foutje ontdekt in de engineering van de Portofino. Ja. Ik ga het opschrijven. Het is natuurlijk allemaal aero, hè, aan een Ferrari. Een serieuze splitter die er ook maar zo afrijdt als je niet oplet. Maar die echt ook heel veel functie heeft. Ik moet even van deze. Kijk eens. Dit hele gedeelte pakt wind, rijwind. Dan gaat daar doorheen. En dat creëert een bepaalde werveling hier. En dan gaat het daarheen en het gaat er daar weer uit. En uiteindelijk zorgt dat voor downforce. Oftewel, hij zorgt ervoor dat die auto aan de voorkant naar beneden wordt gedrukt. Dat wil je, dat is namelijk grip. Beste achterspoiler ook trouwens.